Goedenavond, dames en heren, geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg, maar ook alle mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent, familie, bekende collega's, straks misschien oud-collega's. Van harte welkom hier op deze raadsvergadering van donderdag 17 mei 2018. Ik open de vergadering met een mededeling van afwezigheid van mevrouw Mensink, de heer Van der Wel. En mevrouw Joldersma en de heer Bak heeft aangegeven later te zullen arriveren. En de heer Kuipers heb ik niet gezien, maar geen mededeling van ontvangen. Dus daar maken wij nu een aantekening van. Ook komt later. Akkoord. Daarmee hebben we de plichtplegingen gedaan. Dan weten we wie er zijn en wie er niet zijn. De vergadering is geopend. Verder geen mededelingen. We gaan naar agendapunt 2 van deze bijzondere raadsvergadering. En dat is de vaststelling van deze agenda. En ik vraag aan uw raad, kunt u instemmen met de wijze zoals wij deze agenda aan u hebben voorgesteld? En dat is het geval, constateer ik. Nou, daarmee hebben we al een belangrijke eerste stap gezet. Daarmee is de agenda vastgesteld. Agendapunt 3. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld bij de griffier. En dat betekent dat we ook agendapunt 3 af kunnen hameren. En dat brengt ons al heel snel bij de bespreekstukken van vanavond. En dan gaan we het eerst over de inhoud hebben en dan over de personen. En dat is denk ik een hele mooie volgorde. Want vanavond staat op de rol het coalitieakkoord 2018-2022. Verbindingen van betekenis. En ik denk dat het goed is om het woord te geven aan de onderhandelaar namens de coalitiepartijen de afgelopen periode, de heer Breukelman van de fractie van het CDA. En ik heet de heer Bak van harte welkom en feliciteer hem ook met zijn verjaardag. Maar wij gaan later vanavond nog voor u zingen, dat doen we niet nu. Het woord is aan de heer Breukelman. Daar zie ik naar uit, meneer de voorzitter. Ja. De heer Breukelman. Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 heb ik als fractievoorzitter van de partij met het grootst aantal zetels in de gemeenteraad van Hardenberg de heer J. Goud gevraagd als informateur dan wel formateur. Zijn opdracht was te onderzoeken welke coalities mogelijk en wenselijk zijn. Naar aanleiding van de gevoerde gesprekken heeft de informateur geadviseerd om de mogelijkheden te onderzoeken van een college met 4 wethouders, die geleverd worden door 4 partijen, maar mogelijk door 3 partijen. In deze fase is uitgegaan van deelname van zowel het CDA als de ChristenUnie aan een nieuw college. De informateur heeft daarbij geadviseerd om onder zijn leiding het CDA en ChristenUnie afzonderlijke gesprekken te laten voeren met diverse partijen. Nadat deze gesprekken hebben plaatsgevonden, heeft de informateur geadviseerd om in de daarop volgende fase het CDA en de ChristenUnie op koers.nu en de Partij van de Arbeid onder zijn leiding gezamenlijke coalitiebesprekingen te laten voeren. De combinatie van deze partijen leek hem het meest kansrijk en het meest wenselijk om tot een stabiele coalitie te komen. Gedurende de daarop volgende coalitiebesprekingen die onder zijn leiding hebben plaatsgevonden, hebben de fracties van het CDA, de ChristenUnie, op koers.nu en de Partij van de Arbeid op 7 mei 2018 een overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord en over de te benoemen 4 wethouders en over de onderlinge portefeuilleverdeling binnen het nieuwe college. Het akkoord is op vrijdag 11 mei door de fractievoorzitters ondertekend in de binder te Gramsbergen. De benoeming van de 4 wethouders staat als afzonderlijk agendapunt voor vanavond geagendeerd. Het coalitieakkoord 2018-2022, verbindingen van betekenis, beschrijft enerzijds de bereikte overeenstemming op een aantal inhoudelijke onderwerpen, maar geeft ook richting op een aantal soms bovenlokale vraagstukken en opgaven, zoals de streekfunctie en regionale positie, de transitie naar een duurzame energie, landbouw en natuurontwikkeling, infrastructuur, mobiliteit en parkeren, een sociale agenda en armoedebestrijding, bestuurlijke vernieuwing. En ook de zondagsopenstelling heeft een plek gekregen in het akkoord. Door een coalitieakkoord op hoofdlijnen te sluiten, wil de nieuwe coalitie de ruimte bieden aan de volksvertegenwoordiging en de duale rol van de gemeenteraad.
De coalitie spreekt de wens uit dat de gehele gemeenteraad gezamenlijk tot de vorming van een raadsagenda komt. Een raadsagenda moet zorgen voor een meer initiërende en stimulerende rol voor de gemeenteraad. Op die manier plaatst de gemeenteraad zichzelf op enkele onderwerpen aan de voorkant van het proces in plaats van het college. Hierdoor kunnen alle partijen hun inbreng vergroten en meer ruimte bieden voor participatie van inwoners dan wel de overheid. De verantwoordelijkheid voor de raadsagenda ligt nadrukkelijk bij de fracties in de gemeenteraad zelf. Ik rond af, voorzitter. De coalitiepartijen zijn van mening dat het akkoord ambitie uitstraalt voor de kansen van onze gemeente en haar inwoners. Voor de verbinding tussen platteland en stad, voor economie en onderwijs, voor wonen en mobiliteit en een akkoord met een duidelijke sociale component. En wij willen dan ook voorstellen aan een ieder in deze raad om in te stemmen met het coalitieakkoord 2018-2022, verbindingen van betekenis. Dank u wel, heer Breukeman, voor de toelichting op het coalitieakkoord zoals het thans voor ligt. En ik heb zelfs al een mooie gedrukte versie hier, die hebben ook de raadsleden zeg maar, voor zich liggen. Ik denk dat het goed is na de toelichting van uw zijde om het stuk in bespreking te geven. Voor zover daar behoefte aan is en om eventuele vragen, zo die er nog zijn, te laten beantwoorden door de andere fracties. Wie mag ik uitnodigen om hier op het coalitieakkoord te reageren? Is daar behoefte aan op dit moment? Ik zie geen handen opsteken en dat betekent dat u op dit moment zegt van we hebben kennis van genomen en wij wachten de verdere daden dan wel de ontwikkelingen af en die zullen hier besproken worden in de gemeenteraad, in deze raadzaal zoals dat ook hoort. Akkoord, daarmee constateer ik dat er geen behoefte is om hier nader over te praten. En dan zou ik wel willen voorstellen om toch dit stuk voor besluitvorming voor te leggen. Is er behoefte aan een stemverklaring? De heer Gelling, VVD-fractie. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, de VVD-fractie zal tegen het collegevoorstel stemmen. Niet omdat wij het in het geheel een heel slecht voorstel vinden, maar wel graag omdat wij de ruimte willen behouden om voor de komende 4 jaar er nog iets van te vinden. En die ruimte nemen wij hier, dat neemt niet weg overigens dat wij het college heel veel succes wensen met de uitvoering daarvan. Akkoord. De fractie van D66, de heer Rodemond, heeft ook de behoefte om een stemverklaring af te leggen. Voorzitter, dank u wel. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Gelling. Ook wij willen graag onze handen vrij houden, ook al staat er ook in dit coalitieakkoord dat er ruimte moet zijn voor de volksvertegenwoordiging en het duale systeem. Dan nog hebben wij net als 4 jaar geleden gedacht, laten we niet zomaar onze handtekening zetten onder dit verhaal. En daarom zullen wij ook nee stemmen. Akkoord waarvan kennis genomen. Anderen nog de behoefte om een stemverklaring af te leggen? Dat is niet het geval. Dan wil ik u voorstellen om over het voorstel te gaan stemmen. En heet ook de heer Kuipers van harte welkom. Juist op tijd voor de stemming. Om maar te zeggen, perfecte timing om het zomaar aan te geven. Ik breng in stemming het coalitieakkoord 2018-2022, verbindingen van betekenis. En ik maak een rondje langs de fracties om nogmaals te vragen, kunt u instemmen met dit akkoord zoals het voor ligt? De fractie van het CDA. Voor. De fractie van de ChristenUnie. Voor. De fractie van GroenLinks. Voor. De fractie van VVD. Tegen. D66. Tegen. Op koers.nu. Voor. En tenslotte de fractie van de Partij van de Arbeid. Voor. Ik vergeet daar nog de fractie van 50PLUS. U komt zo aan de beurt. De Partij van de Arbeid is voor. Ik had niet anders verwacht. Tot slot. De fractie van 50PLUS helemaal in de linkerhoek van mijn gezichtsveld. Voor. Akkoord. Daarmee constateer ik dat dit voorstel met een ruime meerderheid van stemmen is aangenomen. Waarvan akte. Dank daarvoor. En zoals gezegd, als we het hebben gehad over de inhoud, dan hebben we het nu over degene die dat coalitieakkoord moeten gaan uitvoeren in een college. En daarvoor geef ik opnieuw het woord aan de heer Breukeman. Waarvoor nogmaals dank. Zojuist is het coalitieakkoord verbindingen van betekenis door de Raad in openbaarheid vastgesteld. Namens de coalitie aan de coalitie deelnemende partijen wil ik u voorstellen
om 4 wethouders te benoemen met elk een tijdsbestedingsnorm van 1,0 FTE. Wij stellen u voor de volgende door de coalitiepartijen voorgedragen kandidaten te benoemen als wethouder voor de gemeente Hardenberg. Namens de fractie van de Partij van de Arbeid mevrouw B.M. Luiten. Namens de fractie van Op Koers.nu de heer F. Bruinsma. Namens de fractie van de ChristenUnie de heer A.H. Ter Rietstap. En ondergetekende namens de fractie van het CDA. Akkoord, dank u wel. En dat betekent dat wij hier in deze raad overgaan over de stemming. Nadat de presentatie is geweest over de stemming van de kandidaten. En omdat het over personen gaat, doen wij dat altijd schriftelijk. Dus dat betekent dat er zometeen stembriefjes worden uitgedeeld. Die worden vervolgens weer opgehaald. Maar ik meld u ook dat er een commissie is ingesteld. En ik vraag u goedkeuring daar nog voor, maar we doen een suggestie. En ik ga ervan uit dat u dat ook prima vindt om vast een voorschot daarop te geven. Een commissie van stemopneming hoort daarbij. En mijn voorstel, ik moet zeggen, commissie onderzoeks geloofsbrieven. Straks komen wij bij de commissie van stemopneming. Maar er is ook een commissie onderzoek geloofsbrieven en die heeft haar werk al gedaan vanmiddag. Die bestaat uit de heer Saar-Christian Stelpstra, de fractie van de ChristenUnie, noemt als voorzitter. De heer Jacco Rodemond, fractie D66 en mevrouw Linda Verschuur van de fractie van 50+. De commissie is al bijeen geweest en heeft de geloofsbrieven onderzocht en daarbij, en dat is nieuw, voor deze gemeenteraad ook voor het eerst in het bestaan van deze raad ook gekeken naar de integriteitstoets die is gepleegd op alle kandidaten, zeg maar, die zijn aangedragen. En die integriteitstoets die is uitgevoerd door het bureau BING, het landelijk bureau. Die is ook meegenomen in de bevindingen van de commissie onderzoek geloofsbrieven. En voordat wij overgaan tot de stemopneming, zou ik willen vragen of de voorzitter van de commissie onderzoek geloofsbrieven, de heer Stelpstra, alvast de uitkomst bekend wil maken, zodat dat ook ons niet in de weg staat bij de stemming. De heer Stelpstra, als u naar voren wilt komen. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie die belast is met het onderzoek van de geloofsbrieven en de daarbij behorende documenten van de kandidaat-wethouders, de heer Breukeman, de heer Ter Rietstap, de heer Bruinsma en mevrouw Luiten, kan ik u het volgende mededelen. Ten eerste, de geloofsbrieven en de daarbij behorende bescheiden zijn in orde bevonden. Ten tweede, de kandidaat-wethouders voldoen aan alle in de gemeentewet gestelde vereisten voor het wethouderschap en zijn daarom benoembaar als wethouders van de gemeente Hardenberg. Hierbij merkt de commissie op dat de heer Breukeman, de heer Bruinsma en mevrouw Luiten raadslid zijn van de gemeente Hardenberg, maar deze functie vervalt op het moment dat zij als wethouder worden benoemd, zeker zij hebben hun ontslag daartoe ingediend. Hoewel niet wettelijk vereist, vindt de commissie het wenselijk dat de integriteit van een nieuwe wethouder wordt getoetst. Hierom heeft de burgemeester opdracht gegeven aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten voor het uitvoeren van een risicoanalyse integriteit. Een verklaring omtrent gedrag maakt hiervan deel uit. De doelstelling van de risicoanalyse integriteit van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten is om met betrekking tot de kandidaat-wethouder potentiële integriteitsrisico's in beeld te brengen, het integriteitsbewustzijn van de kandidaat en zijn omgeving te versterken en te adviseren over maatregelen hoe geconstateerde risico's zoveel mogelijk kunnen worden gelimiteerd, CQ, kunnen worden vermeden. De commissie heeft kennis genomen van de analyse en de uitkomsten, leidt niet tot bezwaren. In verband met het korte bestek tussen het aanvragen van de VOG en de integriteitsanalyse zijn de VOG's van de heer Breukeman, de heer Bruinsma en mevrouw Luiten niet op tijd ontvangen. Het advies van de integriteitsanalyse van de heer Breukeman, de heer Bruinsma en mevrouw Luiten is daarom onder voorbehoud dat uit de VOG geen bijzonderheden blijken. Dat was het. Dank u wel.
Akkoord. Dank u wel voor het werk van de commissie die de geloofsbrieven en de integriteitstoetsen heeft onderzocht. Ik constateer daaruit dat er geen belemmering is om over te gaan tot stemming en over de voorgedragen kandidaten. En zoals u in het voorstel 5 ziet, bij agendapunt 5 het voorstel ziet, gaat het over de benoeming van de wethouders, inclusief de vaststelling van de tijdsbestedingnorm. En die is voor alle wethouders op 1 FTE vastgezet. En dat ziet u ook in het besluit. Ik stel voor dat we overgaan tot de benoeming en dat we dat per kandidaat doen, om het ook zo overzichtelijk mogelijk en zorgvuldig te doen. Dat vergt iets meer tijd, maar is wel de formele manier waarop het gaat gebeuren. En ik zou eerst een besluit willen nemen over de benoeming van de wethouder, de heer Martijn Breukelman. De kandidaat wethouder Martijn Breukelman. En voor de publieke tribune geef ik u nu even aan wat er gaat gebeuren. U ziet een bode rondgaan. Die gaat gaat briefjes neerleggen. En zoals gezegd, het gaat hier over een stemming over personen. Dat betekent dat wij dat schriftelijk doen. En zometeen worden de briefjes weer opgehaald. Dan zou ik willen vragen of de commissie stemopneming dan achter de tafel gaat zitten. En we hebben hier vanuit mijn ooghoek aan de linkerkant een tafel gemaakt. En daar zal de commissie stemopneming achter de tafel gaan zitten. En dan zullen we volgens de voorzitter van die commissie vragen om te rapporteren over de uitslag. En daarmee kan een besluit worden genomen. En ik ga u vast even melden dat we hebben afgesproken dat de commissie van stemopneming bestaat uit de heer Jaco Rodemond. Daarbij ook gebombardeerd tot voorzitter van deze commissie. De heer Zaken Christian Stelpstra en mevrouw Linda Verschuur. En ik zou u willen voorstellen, nadat de bode de briefjes weer heeft opgehaald, dat u dan achter de tafel gaat plaatsnemen. Voorzitter, mag ik een vraag stellen? Is het de heer Jonkans. Doorhalen wat niet van toepassing is, of wat is de bedoeling? Ik heb zelf geen briefje voor mij liggen, dus dan moeten we even gaan kijken. Hè? Doorhalen. Als we allemaal nu vooral hetzelfde afspreken, en dat is het doorhalen wat niet van toepassing is. Als u voor bent, dan streept u tegen door. En als u tegen bent, dan streept u voor door. Begrijpt een ieder dat? Ik krijg hier een gevoel dat ik denk van, dit moet wel helder zijn. Ik wil graag een nieuw briefje dan. De heer Gellingen heeft een inbreng. Ja, ik heb hem al omcirkeld, dus is dat ook een probleem? De verordening staat toe dat het mag worden doorgestreept, maar ook omcirkeld mag worden. Dat is een pak van Maarten dan. Maar voor de zekerheid adviseer ik u dan ook om de commissie het werk wat makkelijker te maken, het andere dan door te strepen alsnog. Ik begrijp dat dit voor u volkomen duidelijk is. Ja, voorzitter. Voorzitter, dit gaat bij het CDA nou eens mis, dus... Ja, maar dat ligt dan altijd aan de voorzitter, zeg maar, van in dit geval van uw partij. Maar we gaan kijken of de voorzitter van uw raad het toch duidelijk heeft kunnen overbrengen wat de bedoeling is van deze avond ook. Ja. U heeft allemaal ingevuld. Dan zou ik willen vragen om de commissie van stemopneming, probeer het toch orde in te houden, te willen vragen om achter de tafel hier plaats te nemen. De heer Stelpstra, de heer Rodemond, mevrouw Verschuur. Onder voorzitterschap van de heer Rodemond zullen de stembriefjes worden bekeken, geteld en zal de uitslag bekend worden gemaakt over de benoeming van de kandidaat-wethouder die op dit moment aan de orde is, de heer Martijn Breukelman. De commissie van stemopneming heeft haar werk gedaan. De voorzitter probeer nog even een goede tekst te vinden om het bericht aan u door te geven. Het woord is aan de voorzitter van de commissie stemopneming, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Met betrekking tot de stemming rondom kandidaat wethouder de heer Martijn Breukelman kan ik u het volgende mededelen. Het aantal uitgebrachte stemmen bedraagt 30. Het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen is 0. Daarmee het aantal geldig uitgebrachte stemmen dus 30. Het aantal stemmen voor deze benoeming is 29. Het aantal stemmen tegen deze benoeming bedraagt 1. Akkoord.
Dank u wel. Voor dit moment voldoende. We komen straks terug hoe dit verder gaat. We gaan over naar de benoeming van de heer Alwin te Rietstap. En wij hanteren hiervoor dezelfde volgorde. Kandidaat nummer 2, de heer Alwin te Rietstap, wethouderkandidaat vanuit de fractie van de ChristenUnie. De bode deelt de stembriefjes weer rond. U mag op dezelfde wijze dit formulier weer invullen. En dan komt de bode dat ook zo meteen weer bij u ophalen. Ik zou willen vragen of de commissie van stemopneming opnieuw plaats wil nemen achter de tafel. De bode heeft bijna de ronde weer gemaakt en dan komen de briefjes uw kant op. En dan gaan we opnieuw stemmen tellen. De commissie heeft haar werk gedaan. En het woord is opnieuw aan de voorzitter van de commissie, de heer Rodemond. En dit gaat over kandidaat wethouder Alwin te Rietstap. Voorzitter, dank u wel. Inderdaad, stemming rondom de kandidaatstelling van Alwin te Rietstap als wethouder voor deze gemeente. Het aantal uitgebrachte stemmen is wederom 30. Het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen bedraagt 0. Daarmee het aantal geldig uitgebrachte stemmen 30. Het aantal stemmen voor is 29 en het aantal stemmen tegen dit voorstel is 1. Akkoord, dank u wel. Daarmee is hier ook een besluit overgenomen. Dan gaan wij naar kandidaat nummer 3. Dat is de kandidaat uit de fractie van Op Koers.nu en de heer Valko Bruinsma. De briefjes worden weer rondgedeeld en ik noem het nogmaals voor de duidelijkheid doorhalen wat niet van toepassing is. Dus als u voor bent, dan streept u tegen door. En als u tegen bent, dan streept u voor door. Ingewikkelder is het niet dan dat. De commissie stemopneming neemt opnieuw haar plaats in. Ook de voorzitter van de commissie. Wij proberen het tempo erin te houden, maar wel zorgvuldig te handelen. En in de openbaarheid wordt er opnieuw, worden de stemmen geteld door de commissie. Het woord is opnieuw aan de voorzitter, de heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Dit betreft de stemming rondom kandidaat-wethouder, de heer Valko Bruinsma. Waarbij het aantal uitgebrachte stemmen 30 is, het aantal ongeldig uitgebrachte stemmen bedraagt 0. En daarmee het aantal geldig uitgebrachte stemmen weer 30. Het aantal stemmen voor deze voordracht is 28. Het aantal stemmen tegen is 2. Akkoord. Dank u wel. Daarmee kan ook dit besluit genomen worden met meerderheid van stemmen. En brengt ons bij de laatste kandidaat die zal toetreden tot het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg. Dan gaat het om mevrouw Gitta Luiten vanuit de fractie van de Partij van de Arbeid. En de briefjes worden opnieuw uitgedeeld. En ik verzoek u om uw stem uit te brengen. Dames en heren, wij zijn toe aan de laatste kandidaat. Voorgedragen om deel uit te maken van het college, het nieuw te vormen college van de gemeente Hardenberg. De voorzitter van de commissie, stemopneming, de heer Rodemond, voor het laatst komt van de uitslag. Voorzitter, ook voor de laatste keer dank u wel. Dit gaat over de stemming over kandidaat-wethouder mevrouw Gitta Luiten, waarbij het aantal uitgebrachte stemmen wederom 30 is. Ongeldig waren er 0 en daarmee het aantal geldig uitgebrachte stemmen 30. En ik kan u melden dat het aantal stemmen voor unaniem was en daarmee 30, 0 stemmen tegen. En mag ik, voorzitter, dan nog even van de gelegenheid gebruik maken om alle kandidaten die hiermee benoemd kunnen worden, van harte te feliciteren. Fijn, dank u wel. En ik wil de commissie danken voor hun zware verantwoordelijkheid die zij hier hebben gedaan. Dank voor uw werkzaamheden. En dan staat bijna niets ons in de weg om tot de benoeming over te gaan, maar nog twee zaken. Dat is de eed en de belofte, maar dat gebeurt echt als laatste. Maar wat ook heel belangrijk is, uw raad heeft steun uitgesproken voor deze kandidaten. Maar het is nog wel goed om te weten of de kandidaten hun benoeming zullen aanvaarden.
ook na de uitgebrachte stemmen. En dan pas kan ik een besluit nemen. Dus ik zou heel graag willen weten, ook weer in dezelfde volgorde, maar dat kan volgens mij heel vlot. Zou ik allereerst aan de heer Martijn Breukman willen vragen. Aanvaardt u uw benoeming als wethouder? Ja. Dank u wel. Dan kom ik bij de heer Alwin Terietstap. Die zit op de publieke tribune. Aanvaardt u uw benoeming als wethouder van de gemeente Hardenberg? Akkoord, dank u wel. De heer Falco Bruinsma, aanvaardt u uw benoeming? Ja. Tot slot, mevrouw Luiten, aanvaardt u uw benoeming als wethouder? Jazeker, voorzitter. Kijk aan, dat is mooi. Daar is goed om te horen. En dat betekent dat ik nu een besluit kan nemen op grond van de agenda 5 en het voorstel wat daarbij hoort. Het besluit nemen om de vier genoemde kandidaten gehoord hebben de commissie. Gelezen hebben de uitgebrachte stemmen en de aanvaarding door de kandidaat-wethouders hiermee te besluiten om ze te benoemen tot wethouder van de gemeente Hardenberg. Akkoord. Dan gaan wij zo over tot de eed of de belofte, maar allereerst moet er plaats gemaakt worden voor deze nieuwe kandidaat, voor deze wethouders moet ik nu zeggen. En dat betekent dat de tafel hierachter vrijgemaakt moet gaan worden. En dat kan met zachte hand, dat kan met harde hand. Maar dit college kennende, denk ik, hebben wij een hele mooie plaats voor ze gereserveerd. Nog een beetje in de ring van de gemeenteraad van Hardenberg. Ik zou hun willen vragen om plaats te nemen, nog steeds achter een tafel. De tafel is wel iets kleiner geworden, wordt een kleinere tafel dan deze tafel. En er is nog een ander kenmerk aan de tafel die u daar ziet staan. Er zitten wieltjes onder. En daarmee zou ik, dat is toch een bijzonder moment wel, de heer René de Vent, Jannes Jansen en Douwe Prinsen willen vragen om zometeen op te staan en plaats te nemen achter de andere tafel. Maar ik zou u ook willen vragen, want we gaan nog afscheid van ze nemen, maar het is de laatste keer dat ze hier in deze setting in ons midden zijn, in het midden van de gemeenteraad van Hardenberg. Er gaat een jarenlange schat en ervaring nu opstaan en plaatsnemen achter een andere tafel. En ze hebben ontzettend veel gedaan in de afgelopen jaren. Of het nou 16 jaar is, 12 jaar of 8 jaar. Er is een fantastische presentatie geleverd door deze heren. En dat zeg ik heel oprecht. Wij gaan afscheid nemen. En dat doen we nu al een beetje door achter deze tafel vandaan te gaan. Maar dat doen we niet zonder een enorme bos bloemen te overhandigen aan deze heer. En ik zou u willen vragen om een daverend applaus te geven voor deze kanjers van wethouders. Ik kijk even achterom of het schaduwcollege inmiddels de zitting heeft genomen. Dat is het geval. Ik herinner me ook een televisieprogramma waar een aantal mensen vanaf een publieke tribune, zeg maar, becommentarieert wat er gebeurt. Wellicht kunnen we nog iets verwachten. Als de oud-wethouders zitting hebben genomen, dan zou ik willen vragen om de laatste handeling voorbereiden. En ik zou willen vragen of vier wethouders naar voren zouden willen komen. De heer Breukeman, de heer Terietstap, de heer Bruinsma en de heer mevrouw Luiten. Dat is nog even wennen, een vrouwelijke wethouder. Mevrouw Luiten, of jullie naar voren willen komen hier in de kring, te midden van de raad. Want dan gaan we over tot het afleggen van de verklaringen en het afleggen van de eed. En dan mag de plek worden ingenomen. Zodat ook de mensen thuis die ons volgen via de camera, die is daar, zodat iedereen ook kan zien wat er gebeurt. Natuurlijk u hier in de zaal, maar ook de mensen thuis die ons volgen via de moderne media. Zoals gezegd, de eed en daar beloften moeten worden afgelegd nog. Dan mogen de wethouders plaatsnemen achter de stoel op in het wethoudersvak. De heer Breukeman, de heer Terietstap hebben aangegeven de eed te willen afleggen. Ik ga die zometeen voorlezen. Vraag u daarbij de twee voorste vingers van uw rechterhand op te steken. Besloten in de lucht te houden en te antwoorden. Woorden die u ongetwijfeld ook in de vaak hebt uitgesproken, weet ik gevaarlijk.
En nogmaals, ik noem dat altijd door te handelen, door de eten af te leggen en dan de belofte af te leggen. En daarmee verklaart u bij te willen dragen. Een integer gemeentebestuur, een integer bestuur wat handelt voor onze inwoners van de gemeente. Ik ga het eten voorlezen. Ik zweer dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks onmiddellijk, onder welke naam, welk voorrecht, ook ingegeven of gekunstigd, beloof. Ik zweer dat ik iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks onmiddellijk, ingegeven belofte heb of wel. Ik zweer dat ik trouw zal zijn aan de grondwet, dat ik wet en nakomen, plichten, wethouder van Hardenberg, naar eer. Wat is daarop? De heer Turinstra. De heer Bruinsma, de mevrouw Luijten, u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. Ik lees zo meteen de vergadering de belofte voor. Daarna ga ik vragen de woorden dat vertalen. Ik verklaar dat ik, om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks of middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, ingegeven kunst heb. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks of middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen, dat ik mijn plichten als wethouder gemeente Hardenberg hier en gemeente zal vervullen. U praat is daarop. Mevrouw Luijten. Dank u wel. Van harte gefeliciteerd. Ik ben van harte gefeliciteerd. Beste mensen, ik vind dat u een applaus mag geven voor deze mensen. En ik wil ze van harte feliciteren met hun benoeming tot wethouder van de gemeente Hardenberg. En ook daar hoort toch een mooie bosbloemen bij. Om u veel succes te wensen. Jullie veel succes te wensen. In jullie nieuwe werk. Ja, er moeten nog even foto's gemaakt worden. En er komt nog een cadeautje bij. We hebben een cadeautje nog. Vanuit de gemeenteraad willen we graag aanbieden. Toen ik het cadeau zag, dacht ik wel van misschien wel wat laat om dat nu nog te geven. Nu ze net akkoord hebben gegeven om wethouder te worden. Want dit boek heet Waarom Wethouder? En dat is geschreven door een oud-wethouder van de gemeente Zwolle, Martin Knol. Die heeft een heel mooi boek gemaakt over zijn belevenissen als wethouder. Het geeft in ieder geval mooi weer van waar je tegenaan loopt en waar je mee te maken krijgt als wethouder. Zowel zakelijk, de dingen die op je afkomen, maar ook persoonlijk, privé, wat er met je gebeurt als je wethouder bent geworden. Jullie kunnen niet meer terug, de eet en de belofte is afgelegd. Jullie mogen zo meteen zitting nemen, maar het is toch leuk om kennis te nemen van iemand die lang wethouder is geweest. Dat heeft. Dat krijgen jullie. En dan gaan we van. Beste mensen, we hadden afgesproken om geen felicitaties te doen. Dat ziet u ook, dat gebeurt niet. Dat doen we na afloop van de vergadering. En ik zou nog kort een paar woorden willen zeggen. En dan zijn we bijna aan het einde van de vergadering. Maar er zijn wel een aantal lege plaatsen inmiddels in deze raad gekomen. En die moeten ook nog weer opgevuld worden. Dat gaan we ook nog doen. Maar ik verwacht dat we niet heel erg lang meer bezig zijn. Maar ik zou toch kort nog iets tot de wethouders willen zeggen. Want volgens mij hebben we hier in de gemeente Hardenberg opnieuw, zeg ik, een heel mooi team staan. In dit geval een team van 4 enthousiaste wethouders. 3 mannen en 1 vrouw. Die samen, wat mij betreft, met de gemeentesecretaris en de burgemeester uitvoering gaan geven aan een mooi coalitieakkoord. Verbindingen van betekenis. En als voorzitter van het college en van de raad
Maar in dit geval vooral van het college ga ik ervan uit dat we een hele mooie samenwerking tegemoet gaan de komende jaren. Waarin we in teamverband flink aan de uitvoering gaan werken. En ik kan u ook zeggen dat de ambtelijke organisatie er ontzettend veel zin in heeft om met jullie te gaan samenwerken. En jullie te ondersteunen daar waar dat kan bij het realiseren van het coalitieakkoord wat zojuist is vastgesteld. En als voorzitter van de Raad heb ik al met vreugde kennis genomen van het feit dat ook dit college zegt, want we gaan voor een zo breed mogelijk draagvlak bij de uitvoering van het coalitieakkoord. Dus een coalitieakkoord op hoofdlijnen, de uitwerking van de plannen en de ideeën, die beperkt zich niet alleen tot de coalitiepartijen. Dat willen we met de samenleving over praten en we willen er vooral met de Raad over praten. In een zogenaamde raadsbrede agenda, u hoorde dat net al. En dat is mooi en dat past ook heel goed bij deze tijd. Want hoe breder het draagvlak, des te succesvoller de implementatie en de uitvoering. En dat is goed voor Hardenberg, dat is goed voor haar inwoners. Vanavond benoemd en vanaf morgen aan de slag. En ik kan jullie zeggen, de agenda's die zullen razendsnel gevuld worden. Heel veel mensen willen kennis maken met jullie. We zullen bezoeken brengen aan de kernen, de interne overleggen die er zijn met de organisatie. En natuurlijk ook de overleggen die noodzakelijk zijn in regioverband. Of het nu gaat over economie, de jeugdzorg, de woningbouw afstemming of de arbeidsmarkt overleggen. Er zal veel koffie gedronken worden, er zal heel veel vergaderd worden en jullie zullen veel onderweg zijn. Want we hebben een grote gemeente en we willen een rol spelen in die regio. Jullie leven gaat er na vanavond totaal anders uitzien. Dat realiseer je misschien nog niet, maar het is echt zo. Of zoals ooit een wethouder van een buurgemeente tegen mij zei toen ik wethouder mocht worden. Hij zei, kijk maar goed om je heen naar je collega wethouders, want je zult ze vaker zien dan je eigen vrouw. En dat was in die tijd ook zo en dat zal ook niet heel veel anders zijn. En om daar maar direct op door te gaan, zorg voor een goede balans. Een goede balans in het werk, want er moet veel werk verzet worden. Maar ook zorg voor een goede balans met privé. Privé en werk, zorg dat het goed in balans blijft. We gaan met z'n allen aan de slag. Twee zaken zijn daarvoor belangrijk. Neem vooral de tijd om indruk op te doen. Te vragen naar de achtergronden en de ontwikkelingen en door te vragen om die ook goed te doorgronden. Dat komt de kwaliteit van het gemeentebestuur ten goede. En ten tweede, zoals ik al zei, zorg voor die balans tussen privé en het wethouderschap. Tijd ook om afstand te nemen af en toe van het werk is van belang niet alleen voor thuis, maar ook om met reflectie te kunnen kijken naar het werk wat je doet en de besluiten die genomen moeten worden. We hebben mooie uitdagingen voor de boeg hier in de gemeente Hardenberg. Samenwerken voor een samenleving die vraagt om een stabiel, een continu en een betrokken bestuur. Dat heel dichtbij, een bestuur dat dichtbij de bijna 61.000 inwoners staat van onze gemeente. In gesprek is met die inwoners om te horen wat nodig is en dat op een goede manier vanuit gemeentebestuur te faciliteren en te stimuleren dat zaken ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Daarmee gaan we de samenleving beter maken. Daarmee gaan we de omgeving mooier laten zijn en daarmee willen we de positie van de gemeente Hardenberg in de regio nog sterker maken. Dinsdagmorgen om 9:00, dan beginnen we echt met onze eerste collegevergadering. En dat zal een zogenaamd constituerend beraad zijn. Dan maken we echt definitieve afspraken over de portefeuilleverdeling en de diverse vertegenwoordigingen waarin we als gemeentebestuur van Hardenberg zitten. En ik ga ervan uit dat het een college wordt dat gewend is om in een teamverband beslissingen te nemen en die ook uit te dragen. En de voortekenen zijn goed. Maar die collegevergadering, beste mensen, is maar één dagdeel in de week. De andere dagdelen zijn jullie druk met de bestuurlijke portefeuille waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Blijf ook vooral daarin gericht op het politieke doel en de realisering van die politieke doelen. En doe dat samen met mensen, partijen in onze samenleving.
Gitta, Alwin, Falco en Martijn, ontzettend veel succes in jullie nieuwe functie en in jullie rol. Op een hele mooie samenwerking de komende jaren. En de organisatie, het secretariaat, de gemeentesecretaris niet te vergeten. En ik als burgemeester verheugen ons heel erg op jullie samenwerking. Heel veel succes. Dank jullie wel. We zijn bijna aan het einde van deze raadsvergadering, maar niet zoals gezegd nadat we de opengevallen plekken in deze raad weer ingevuld hebben. En dat betekent dat we overgaan tot agendapunt 6, de installatie van de nieuwe raadsleden. En deze raadsleden die worden opgevuld vanuit de betrokken fracties waar het om gaat. En ik noem de fractie van het CDA. Daarvoor is een kandidaat raadslid de heer Roelofs. De kandidaat voor de opkoerspunt nu is de heer Bakker. En voor de Partij van de Arbeid mevrouw Kloekhorst. En ik zou allereerst willen vragen of de commissie onderzoek geloofsbrieven, waarvan de heer Saak Christian Stelpsaal is opgestaan en als voorzitter heeft gefungeerd, maar waar ook weer onderdeel van hebben uitgemaakt de heer Rodemond en mevrouw Verschuur, of de voorzitter van de commissie zou willen rapporteren over de bevindingen van de kandidaat raadsleden. Het woord is aan de heer Stelpsaal. Dank u wel, voorzitter. Als voorzitter en rapporteur van de commissie onderzoeksgeloofsbrieven voor de nieuw benoemde raadsleden kan ik u het volgende mededelen. De aan deze commissie opgedragen taak om de geloofsbrieven van de heer A.J. Roelofs, de heer A. Bakker en mevrouw E.H. Kloekhorst-Augustijn te onderzoeken is uitgevoerd. Met ambtelijke ondersteuning hebben wij de geloofsbrieven en verdere bij de kieswet gevorderde stukken bestudeerd van de kandidaten die op 17 mei 2017 door de voorzitter van het hoofdstembureau benoemd zijn. We hebben de onderzochte bescheiden in orde bevonden. Gebleken is dat de benoemden aan alle in de gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom om de heer A.J. Roelofs, de heer A. Bakker, mevrouw E.H. Kloekhorst-Augustijn toe te laten als leden van de raad van de gemeente Hardenberg. Akkoord, dank u wel. Daarmee staat ook een beëdiging als raadslid niets meer in de weg. En wij gaan over tot het afleggen van de verklaring en de belofte van de raadsleden. In dit geval hoeven we hun niet te vragen of ze zeg maar de installatie willen aannemen. Maar ik zou willen vragen aan de heer Roelofs, de heer Bakker en mevrouw Kloekhorst of zij in ons midden willen komen, zodat we ook na de beëdiging en het afleggen van de verklaring van belofte kunnen laten passeren. Het mooie is om te melden dat we ook nu een kandidaat raadsleden hebben met enige ervaring. In ieder geval twee van de drie hebben we natuurlijk eerder in het midden van onze gemeenteraad gehad. Dus dat is mooi. Ik zou jullie willen vragen om je om te draaien, want ik kom ook naar jullie toe met de loop. De heer Roelofs heeft aangegeven de eten te kunnen afleggen. En die lees ik zo meteen weer voor. Even rechterhand. Dat is inderdaad al niet zo heel erg lang geleden. De eten. Ik zie dat ik onder blik van de raad moet worden rechtstreeks nog middelijk. Onder welke naam of welk voorwensel ook in het gegeven. Ik zweer dat ik iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks of onmiddellijk enig geschenk of enige belofte heb om het te vallen. Ik zweer dat ik trouw zal zijn en grondwet, dat ik de wetten zal maken en dat ik mijn plichten als lid van de raad met Hardenberg naar eer weet al te vullen. Wat is daarop uw antwoord? Proficiat en welkom terug. Dan kom ik bij de heer Bakker, mevrouw Kloekhorst. U heeft aangegeven belofte te willen afleggen. Ga ik voorlezen en vraag u om te antwoorden met de woorden of vandaag. Verklaar dat ik
op de lid van de raad benoemd te worden rechtstreeks onmiddellijk onder welke naam of welke voorwens u ook enige gift of kunst hebt gegeven op de. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in het ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog onmiddellijk enig geschenk en belofte heb aangekomen of zal aan. Ik beloof dat ik getrouwd zal zijn aan de grondwet en de wetten van en dat ik mijn plichten als lid van de raad van de werk naar eer. De heer Bakker, dat is de mevrouw Bloemhorst, van harte proficiat en welkom in de gemeenteraad van Hardenberg. Ja, welkom terug. Dames en heren, applaus voor deze mensen die van de functie gaan vervullen. De hoogste orgaan van de gemeente waar jullie nu deel van uitmaken. Welkom hier in onze raad van Hardenberg. En dat willen we graag vergezeld nog gaan van het mooie bosstuk doen. Terwijl de nieuw gekozen raadsleden plaatsnemen, nieuw beëdigde raadsleden plaatsnemen, nog niet op hun definitieve plek, maar wel te midden van deze raad, kunnen wij overgaan tot een van de laatste agendapunten. En dat is agendapunt 7. De diverse benoemingen, en die hangen samen met het feit dat er verschillende rollen moeten worden ingevuld, onder andere van plaatsvervangend voorzitter van de raad, de voorzitter van de oriënterende rondes, agendacommissie, lid van de rekenkamercommissie, lid van de werkgeverscommissie en nestor van de raad. U heeft het voorstel, de voorstellen gezien bij agendapunt 7. Ik vraag nog even of er behoefte is aan een stemverklaring op dit onderdeel. Kan ik mij niet voorstellen, dat is inderdaad niet het geval. Dank u wel. Dan vraag ik of u kunt instellen. Instemmen met de verschillende benoemingen zoals we ze hier voor hebben liggen bij agendapunt 7. Dat is akkoord, alle aanwezige raadsleden akkoord. En daarmee hebben we daar in één klap een besluit mee genomen. Dames en heren, wij komen toe aan agendapunt 8 van deze toch wel bijzondere raadsvergadering. Een raadsvergadering waarin we een nieuw gemeentebestuur hebben geïnstalleerd in de vorm van een nieuw college van wethouders. En de raad weer hebben compleet gemaakt met nieuw beëdigde raadsleden. Dus ik denk dat we met elkaar aan de slag kunnen, aan het werk kunnen. Dat betekent dat het college om 9:00 dinsdagmorgen begint en dat ik u volgens mij volgende week dinsdagavond om 19:30 zie. De raadsvergadering, want dan gaat het gewone werk weer door. En dat begint al om 19:00, hoor ik de griffier net influisteren. Ik wil u dank zeggen. Het wordt steeds vroeger, constateer ik, dus we hebben er zin in. Ik wil u dank zeggen voor uw komst en bijdrage voor de besluitvorming. Ook de mensen op de publieke tribune, fijn dat u erbij bent, dat u hier kennis van heeft kunnen nemen in het openbaar van de beëdigingen en de benoemingen. Ik nodig u van harte uit om de nieuw geïnstalleerde wethouders en de raadsleden van harte te feliciteren met hun benoeming. En we gaan met elkaar een drankje drinken hiernaast. In de ontvangstruimte. De vergadering is gesloten. Dank u wel.